Nu denk ik ook nog wel eens van, ga ik echt Dakar rijden? Ja, ik ga echt Dakar rijden. Ja, die droom gaat echt uitkomen. De inschrijving is voor elkaar, de voorbereiding is voor elkaar en we gaan die kant op. De tickets zijn geboekt. Zijn deelname komt niet zomaar uit de lucht vallen. De Zwaagdijker rijdt al zo'n 36 jaar op een motor. Ja, ik heb heel veel ervaring. Ik ben als kleine jongen van 15, 16 begonnen met de crosswereld. Ja, ik ben nu 54, dus al die jaren wel altijd gecrossed of road gereden, endurance gereden, rally gereden. Dus ik ben altijd wel bezig met die motorfietsen geweest. En dat is gewoon mijn passie, dat is echt mijn ding. Dat is geweldig gewoon. Marcel zal begin januari 2 weken lang 12 uur per dag op de motor zitten. De race in Peru vraagt zijn opperste concentratie en is niet geheel zonder gevaar. De Dakar is hoofdzakelijk zand. Zand, zand en nog eens zand. Heel veel duinen. Er zit 70% duinen dit jaar in, dus dat wordt een hele klus. Kan jouw vrouw nog slapen? Ja, die slaapt nog best. Ja. Die heeft er alle vertrouwen in. En ja, ze weet, ik neem geen risico's in principe. Waarbij ik zeg van, ook mij kan wat overkomen. Het kan altijd gebeuren, maar ik ga wel op safe. Ik ga echt puur alleen op uitrijden. Dit volbrengt, dan is het door mijn top gehaald en dat is gewoon fantastisch. Iets wat je niet verwacht dat je dat zou kunnen doen, dat je dat toch gaat doen. En als het onbereikbaar is, het is natuurlijk heel erg duur, dat je dat toch voor elkaar gaat krijgen. Dat is fantastisch gewoon.